En hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Sessie, zoals dus altijd heet ik jullie van hartelijk welkom. In deze webserie, genaamd Vraagstukken, heb ik bepaalde vragen in mijn hoofd waarbij ik er vaak over nadenk en samen met jullie mijn gedachten en meningen deel over een bepaald onderwerp of thema waar ik de laatste tijd veel over nagedacht heb. En het kan ook gaan over culturele dingen, over muziek of over films. Het kan verschillen eigenlijk. In deze video wil ik het vandaag hebben over diversiteit en inclusiviteit en of er al nu echt zo'n tekort aan is. Normaal maak ik mijn vraagstukvideo's op een specifieke manier... in het bijsnijden van filmmateriaal tot aan de muziek... en de afbeeldingen in de afgelopen paar jaar. Maar voor deze video wil ik samen met jullie even gaan zitten... om mijn brute maar eerlijke gedachten te delen... over diversiteit en inclusiviteit. En omdat dit soort thema's en onderwerpen gevoelig kunnen liggen... voor bepaalde mensen heel veel kan betekenen... of als prekeren gezien kan worden... wil ik het graag op persoonlijke wijze... Met jullie bespreken. Want dit is geen gemakkelijke video om te maken. en de research die ik ervoor heb moeten doen ter voorbereiding, was ook een enorme klus voor mij. Dus als je het woord diversiteit opzoekt op de website encyclo.nl, dan krijg je 20 verschillende resultaten te zien van wat het woord betekent, zoals verscheidenheid, afwisseling, differentiatie, het uiteenlopen, variatie, variëteit of het aantal soorten planten en dieren in een bepaalde ruimte. Ook wel biodiversiteit genoemd. Maar deze definitie is naar mijn mening de beste definitie van het woord diversiteit. Voor mensen dan tenminste. De verschillen tussen de individuen van een groep in waarde, attitude of houding, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring. Oké, okay, laten we die definitie in ons achterhoofd houden. En ons nu richten op de betekenis van het woord inclusiviteit. En dit is wat het woord betekent, van wat ik gevonden heb. Een toestand waarbij er geen sprake is van uitsluiting. Vaak vanuit de gedachte dat iedereen gelijkwaardig is en gelijke rechten heeft. Of kortweg gezegd, toestand waarbij niet wordt uitgesloten. Hou ook even in gedachten dat ik beide dingen van zichzelf geweldig vind. Maar anoniem wordt er echt op een vrij ongezonde wijze doorgedrand naar meer diversiteit en inclusiviteit. Dat men liever... Bijvoorbeeld geen tot minder blanke mensen en of blanke heteroseksuele mannen willen zien in films, tv-series, videospellen, stripboeken, muziek, toneelstukken of musicals, wat naar mijn mening problematisch is. De reden waarom het nu een probleem is, is omdat men vindt dat er niet genoeg vrouwen, mensen met een licht getint door donkere huidskleur, homoseksuelen, transgenders, non-binaire personen, mensen met een beperking of niet-Westerse nationaliteit te zien zijn in eerder genoemde media of zich ondervertegenwoordigd voelen. Naar mijn mening is dit niet gezond, doordat je je gaat richten op de verkeerde dingen voor de verkeerde redenen. Ik zeg niet dat er geen enkele sprake is van elke vorm van discriminatie. We moeten ook vooral in gedachten houden dat diversiteit zoveel meer is dan alleen maar huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of beperkingen. Wat heel vaak uh, opgenoemd wordt de laatste tijd. Ook vind ik dat er zelfs bij bepaalde mensen die naar meer diversiteit en inclusiviteit streven ook sprake kan zijn van selectieve diversiteit en inclusiviteit. Neem mensen zoals actrices als Gina Carano, Evangeline Lilly en Letitia Wright of andere figuren zoals Candace Owens, Larry Elder, Milo Yiannopoulos, Sonny van der Heijden en natuurlijk Anne-Fleur Dekker. Want als je bijvoorbeeld een hele andere mening hebt of je stelt niet op een linkse of progressieve partij dan ben je uiteindelijk de vijand en dan word je zeg maar eruit geschopt of als een soort van laatste behandeld zeg maar alsof je een soort van uh, verrader bent ofzo of een zogenaamde Uncle Tom. En dat is een ongezonde houding of denkwijze om te hebben in je leven en dan is het voor mij niet meer inclusief als ik het zo zie als je mensen daarvoor buitensluit of als je de vijand ziet. Neem bijvoorbeeld superhelden als Superman, Batman en Spider-Man. Al deze superhelden hebben een blanke huidskleur, maar ze hebben ieder hun eigen persoonlijkheid, achtergrondverhaal, superkrachten, doelen en motivaties. Ik vind deze superhelden tof, ondanks het feit dat ze een blanke kleurtje hebben, in Amerika wonen, bovenmenselijke krachten bezitten en voor de rest geen beperkingen hebben, zoals bijvoorbeeld autisme of ADD. Maar zo vind ik bijvoorbeeld personages als Lara Croft, Samus Aran van de Metroid videospellen... Katara, Toph en Suki, bekend van de animatieserie Avatar, de Legende van Aang... Chun-Li van de Street Fighter videospellen... Giovanna, bekend van het videospel Guilty Gear Strive... Clarice Starling van de film Silence of the Lambs... en Sarah Connor van de films The Terminator en Terminator 2 Judgment Day. Geweldige personages... Ondanks het feit dat ze vrouwen zijn, uit verschillende fictieve werelden komen of een andere etnische achtergrond of huidskleur hebben, die anders is dan die van mezelf. Ik vind al deze personages toch voor verschillende redenen. Vooral omdat het leuke of toffe personages zijn, een interessante of leuke persoonlijkheid hebben, of omdat ze een leuk of interessant achtergrondverhaal, doel of motivatie hebben, waar ik mezelf in kan vinden, ondanks de verschillen. En wat ik hiermee wil zeggen is, is dat er degelijk diversiteit is in karakter, persoonlijke doelen vaardigheden, talenten, zwakheden en overtuigingen. En puur omdat je geen of bijna geen diversiteit ziet, wil dat nog niet zeggen dat er ook geen diversiteit is. Hetzelfde heb ik ook met veel personages uit films en tv-series, popartiesten, muziekgroepen, rock en heavy metal bands, boekenschrijvers, YouTubers, beeldende kunstenaars, acteurs en natuurlijk bepaalde beroemdheden. Zo vind ik vrouwelijke personages als Hayase Nakatoro, Marine Kitagawa en Kaguya Shinomiya uit verschillende anime-series leuk, ondanks het feit dat het jonge vrouwen zijn die ook nog eens geboren en ochtendgoed zijn in Japan. Ik vind Michael Jackson, Stevie Wonder en Alicia Keys geweldige zangers, ondanks het feit dat ze alle drie deel uitmaken van de zwarte Amerikaanse gemeenschap. Ik vind bands als Rammstein, Within Temptation, Judas Priest en Maiden geweldig, ondanks het feit dat ze grotendeels bestaan uit blanke mensen en ook nog eens verschillen in genre. Ik vind films als The Godfather, The Shawshank Redemption en The Dark Knight helemaal geweldig, ondanks het feit dat er veelal blanke acteurs te zien zijn in die films. Ik heb genoten van de Harry Potter boeken die geschreven zijn door een blanke Engelse vrouw, en ik vind de boeken van Dan Brown ook al geweldig, ondanks het feit dat de schrijver een blanke Amerikaanse man is. Ik kijk graag naar bekende YouTube kanalen zoals Abba and Preach, The Sideman, Clownfish TV en The Angry Joe Show. Ondanks het feit dat ieder kanaal hun eigen soort content aanbieden. En het feit dat één kanaal bestaat uit twee zwarte Canadezen, waarvan één uit Ethiopië komt en de ander uit Haiti. De tweede YouTube kanaal bestaat uit drie blanke Engelsmannen, twee mannen van Nigeriaans Komaf, één van Indiaans Komaf, de laatste man van de sideman is een man die oorspronkelijk van het kanaal eiland Guernsey afkomt. Het derde YouTube-kanaal is een soort nieuwskanaal dat gerund wordt door een blank Amerikaans getrouwd koppel. En het laatste YouTube-kanaal wordt gerund door een Puerto Ricaan die in Amerika geboren en opgegroeid is en daar ook nog steeds woont. Die ook nog eens met twee andere mannen samenwerkt, waarvan er één een Mexicaan is. Oké, okay, laten we eens even een kijkje nemen naar Nederland. We wonen met z'n allen in een klein landje met meer dan 17 miljoen man, waarvan meer dan 13 miljoen uit Autochtone Nederlanders bestaan, wat zo'n drie kwart van de totale bevolking is. En toch denken sommigen van ons dat het land te wit is. Te. Dat komt vanwege het hoge aantal autochtonen en groepen van mensen met een donkere huidskleur worden niets voor niets etnische minderheden genoemd. De grootste etnische minderheden zijn Turken, Marokkanen, Indonesiërs, Surinamers en Antillianen. Al deze groepen hebben een andere geschiedenis van hoe en waarom ze naar Nederland zijn gekomen en hebben ze ook hun eigen cultuur, normen, waarden, keukens en/of tradities. Maar er zijn ook andere niet-Nederlandse minderheden te vinden in ons land. En dat zijn Duitsers, Polen, Belgen, Russen, Engelsen en mensen die uit het voormalige Joegoslavië komen. Die nu uit meerdere onafhankelijke landen bestaan. Als je het zo bekijkt, dan is Nederland al nu ook heel divers in het aantal nationaliteiten van de landelijke bevolking. Er waren zelfs in de geschiedenis. Mensen die uit het buitenland kwamen om in Nederland te wonen of te werken. Zoals bijvoorbeeld Grieken, Italianen, Portugezen, Duitsers, Hongaren, Denen en Nooren. En ja, zelfs Surinamers kwamen in de 19e eeuw ook wel eens op bezoek in Nederland. Ook zijn er een divers aantal historische figuren uit de Nederlandse geschiedenis. Zoals bijvoorbeeld de politicus Johan Rudolf Thorbecke. Want hij is half Duits en half Nederlands. Of het dagje van de Nederlandse arts, chemicus en broodfabrikant Samuel Zapati. Hij kwam uit een Portugees gezin en hij was Joods. En laten we onze eigen koninklijke familie niet vergeten. Want ga er maar vanuit dat de meeste leden een mix zijn van Nederlands, Duits en Russisch. Maar het zijn uiteindelijk de dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima die net iets diverser zijn in hun bloed. Want zij zijn een mengelmoes van Nederlandse, Duitse, Russische en Argentijnse roots. Wat betekent dat Amalia, Alexia en Ariane technisch gezien half Blank Europees en half Latijns-Amerikaan zijn. Jawel, onze prinsessen zijn technisch gezien half Latina's als je zo bekijkt. Ook zijn bekomtheden als Tena Shea, Nicole Scherzinger, Halsey, Bruno Mars, Shay Mitchell, Aubrey Plaza, Olivia Munn, Devin Aoki, Zendaya, Keegan-Michael Key en voormalig president Barack Obama ook divers. Doordat hun ouders ook van de gemengde kop af zijn. Maar natuurlijk zullen sommigen ook klagen dat al deze vruchten niet divers of niet divers genoeg zijn. Maar je kunt ook in andere dingen diversiteit vinden, zoals in kunst en cultuur, de arbeidsmarkt, in flora en fauna, de wetenschap, technologie, het onderwijs in de sportwereld, de beauty- en modewereld, de politiek, de tv-wereld en nog veel meer. Er is altijd wel een overvloed aan dingen te vinden in al die gebieden waarvan je misschien nog niet wist dat ze ook divers zouden zijn of divers waren. Maar het zal me ook niet verbazen dat men er nog steeds klaagt dat die vorm van diversiteit niet het soort diversiteit is die ze zoeken en dat Nederland alsnog niet divers en of inclusief aanvoelt. Nederland is een van de eerste landen van de wereld die het homohuwelijk mogelijk maakte in 2001. En in dit land hoef je je niet druk te maken over je seksuele geaardheid, want hier krijg je geen boete, gevangenisstraf of de doodstraf als je bijvoorbeeld lesbisch, homo of biseksueel bent. Er zijn zat landen waar dit iemand wel kan overkomen, terwijl Nederland op nummer 21 staat in een recente lijst van de meest veilige landen van de wereld van de Global Peace Index 2021 uit 163 landen. Kortom, mensen van de LHPT gemeenschap mogen er zijn in Nederland en er zijn zelfs speciale gay bars voor ze opgericht en natuurlijk moeten we de jaarlijkse Gay Pride in Amsterdam niet vergeten. En de Roze Maandag en de speciale festivals gericht voor de LHPT gemeenschap. Zoals de Milkshake Festival. Of het dagje van het feit dat vrouwen hier in de politiek in mogen. Buiten het huis mogen werken. Kunnen kiezen of ze een lange termijnrelatie aan willen gaan. En kinderen willen nemen. Auto rijden. Een avondje mogen stappen. Naar de film gaan. Sekswerk mogen doen. Naar scholen en universiteiten kunnen gaan. Of zich aan kunnen melden bij verschillende sport, kunst en cultuurverenigingen. Er zijn dus dat landen waar je als vrouw veel minder mag dan in Nederland. En die vrouwen zouden een moord doen om één dag in Nederland door te mogen brengen, om te kunnen profiteren van de voordelen. Ook doen vrouwen het veel beter op school, want er zijn meer vrouwen dan mannen op de Nederlandse universiteiten. In het onderwijs, de gezondheidszorg en in de journalistiek zijn er meer vrouwen die een opleiding in die sectoren volgen. Als je het zo bijzonder vindt dat Femke Halsema burgemeester is van Amsterdam, wat vind je dan van Truus Smulders Belië? Zij was de allereerste vrouwelijke burgemeester van Nederland in 1946 voor de oud-gemeente Oost, West en Middelbeerst tot aan haar dood in 1966. Geloof me, onze Femke zal niet de eerste of de laatste vrouw zijn die burgemeester zal worden in een stad of dorp in Nederland. Natuurlijk zijn er ook vrouwen die zeggen dat er te veel mannen in de politiek zitten, of dat er op bepaalde plekken te veel mannen of blanke mannen zouden zijn. En dat mannen het veel beter hebben dan vrouwen puur omdat ze mannen zijn en dat het allemaal de schuld is aan seksisme. Maar dat is niet helemaal zo. Kijk, de meeste mensen die zelfmoord plegen zijn mannen. De meeste mensen die in de gevangenis terechtkomen zijn mannen. De meeste mensen die dakloos zijn zijn mannen. De meeste mensen die vaker werkloos zijn zijn mannen. De meeste mensen die drugs of alcoholverslaafd zijn. En aan het overlijden zijn mannen. De meeste mensen die in oorlogen omkomen zijn mannen. De meeste mensen die zijn bezweken aan de coronaviruspandemie zijn mannen. De meeste mensen die het slachtoffer zijn van moord zijn mannen. De groep mensen met de laagste levensverwachting zijn mannen. De meeste mensen die voortijdig afhakken in het onderwijs zijn jongens en mannen. De meeste mensen die vaak geen partner kunnen vinden zijn mannen. En de meeste mensen die bij gevaarlijk werk omkomen zijn mannen. Kortom, om te zeggen dat mannen het beter hebben omdat ze man zijn, is fout. En het is ook fout om ervan uit te gaan dat de maatschappij iets tegen vrouwen heeft, puur en alleen omdat ze vrouwen zijn. Vrouwen komen eerder aan een partner dan mannen. Ze krijgen vaak een match op dating-apps. In de afgelopen decennia had Nederland meer vrouwen dan mannen. Er zijn anoniem veel meer vrouwen die een Topfunctie hebben bij maatschappelijke organisaties, de sociaal-economische sector, de zorg en ook bij de rijksoverheid. Vrouwen maken andere carrièrekeuzes dan mannen en natuurlijk zijn mannen en vrouwen anders van elkaar, waardoor ze andere beslissingen in hun leven maken, andere dingen belangrijker vinden en andere dingen leuker vinden voor verschillende redenen. Zo werken vrouwen vaker of liever in de persoonlijke dienstverleningen, zoals in kapsalons, nagelstudio's, reisbureaus, schoonheidssalons en stomerijen, en de welzijnszorg, zoals kinderopvang. De thuiszorg en als hulp voor ouderen en gehandicapten. Terwijl mannen vaker in de bouw, de infrastructuur of in de delftstofwinning werken. Het is heus niet verkeerd als de meeste vrouwen liever niet in de infrastructuur of in de bouwsector willen werken. En het is ook niet verkeerd als de meeste mannen liever niet in de persoonlijke dienstverlening willen werken. Die keuzes hebben we allemaal en dat moeten we natuurlijk respecteren. Ook al vinden we het leuk of niet. Oh ja, vrouwen hebben veel meer zwangerschapsverlof dan mannen. Mannen hebben slechts 1 week zwangerschapsverlof, terwijl vrouwen recht hebben op zelfs in totaal 16 weken zwangerschapsverlof. En laten we niet vergeten dat mannen vaker kiezen voor gevaarlijke baantjes, waardoor de kans ook groot is dat ze eraan dood kunnen gaan. Ook hebben mannen en vrouwen andere voorkeuren voor films, muziek en tv-series. Mannen kijken vaker naar films uit horror, science fiction, actie en avonturengenre dan vrouwen, terwijl vrouwen meer naar musical, animatie, misdaad en romantische comedyfilms kijken dan mannen. Bijna hetzelfde kun je zeggen als het gaat om tv-series. Maar vrouwen zijn vaak geïnteresseerd in dramaseries, comedy-series, programma's die over eten of reizen gaan en reality-series dan mannen. Ook kijken meer mannen naar Japanse animatieseries dan vrouwen dat doen. En hoewel de meeste anime-series gebaseerd zijn op stripboeken of videospellen, in de meeste gevallen gericht op mannen, de meeste Japanse striptekenaars zijn vrouwen. Jawel, meer dan 70, -70 zou uit vrouwen bestaan. En anime-series zoals Sailor Moon, My Dress Up Darling en Demon Slayer zijn allemaal bedacht door vrouwen. Ook in de muziekindustrie hebben man en vrouw een andere voorkeur als het gaat naar het luisteren naar een bepaalde muziekchannel. Zo zijn pop. RB, Latijns-Amerikaanse popmuziek, soul en poprock heel vaak beluisterd door vrouwen, terwijl mannen vaker kiezen voor rock, hip-hop, house en new metal. En om dit stuk af te sluiten, discriminatie is al bij wet verboden. Daarom dat we voor een reden artikel 1 hebben in de Nederlandse grondwet, die al sinds 1798 bestaat en sindsdien keer op keer verbeterd werd. Het is niet zo dat als je een donkere huidskleur of een bepaalde seksuele geaardheid hebt, dat je dan meteen het land uit wordt gezet of in de gevangenis belandt als je in Nederland bent geboren of al heel lange tijd in het land woont. Of er op een andere manier ervoor gestraft zult worden. Er zijn ook bijvoorbeeld wel asielzoekers, maar hun situatie ligt wat ingewikkelder en gevoeliger, om het zo te zeggen. Je kunt in dit land, zoals ik al eerder in een andere video gezegd heb, wonen, werken, naar school gaan, winkelen, uit eten gaan, een avondje stappen, met het openbaar vervoer reizen, op vakantie gaan, sporten, naar festivals en evenementen gaan, zonder dat je voor je huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid, geslacht, politieke overtuigingen, beroep, hobby's en interesses gestraft wordt. Het zou helemaal verknipt zijn als dat wel zo'n geval zou zijn, wat technisch gezien niet het geval is. Helaas leven we in een periode dat diversiteit en inclusiviteit een verplichting aan het worden is dan dat het iets is wat van zichzelf zou moeten gebeuren. Zo worden bij de Oscars verplichting gesteld op achtergestelde groepen zoals vrouwen, LHPT'ers, etnische groepen of mensen met een handicap of beperking voor meer representatie. Dit maakt het maken van een film lastiger dan makkelijker, wat uiteindelijk voor minder creatieve vrijheid zorgt. Ook wordt er steeds meer gekeken hoeveel vrouwen een hoge positie hebben in de politiek of in het bedrijfsleven. Alsof we een soort van wedstrijdje aan het houden zijn, dat dat we de juiste mensen voor de juiste redenen kiezen voor die hogere posities. Als een soort verplichting dan als een keuze. Puur om te bewijzen hoe vrouwvriendelijk Westers land is of aan het worden is tegenover andere landen. Of de dagje van het feit dat er in de toekomst niet meer op ons identiteitsbewijs aangegeven wordt dat we man of vrouw zijn. Puur om genderneutrale personen een plezier te doen, zodat ze niet gekwetst kunnen worden. Ofwel wat dacht je van het feit dat er niet meer in speelgoedwinkels aangegeven mag worden welk speelgoed voor jongens of voor meisjes is, omdat voormalig minister van onderwijs, cultuur en wetenschap Ingrid van Engelshoven speelgoed seksistisch vindt en dat er meer genderneutrale speelgoed moet komen. Jongens en meisjes hebben ieder hun eigen interesses van wat zij leuk vinden. Zo vinden jongens bouwsets, speelgoedauto's en robots leuk. Terwijl meisjes over het algemeen meer geïnteresseerd zijn in poppen, zoals Barbie-poppen, knuffels en knutselspeelgoed. Het is heus niet verkeerd om doelgroep te hebben als je een bepaald product of dienst wilt verkopen aan iets of iemand. In films en tv-series worden bepaalde personages gespeeld door vrouwen of mensen met een donkere huidskleur. Zo is Taskmaster uit de film Black Widow een vrouw, terwijl het personage in de Marvel-stripboeken en animatieseries oorspronkelijk een man is. En zo speelt een zwarte Amerikaanse acteur Jeffrey Wright. Inspecteur Jim Gordon uit de film The Batman, terwijl het personage in de stripboeken, de voorgaande bioscoopfilms, de animatieseries en in tv-series van DC Comics een blank Amerikaans personage is van schots af. Ook werd Selina Kyle alias. Catwoman gespeeld door een zwarte Amerikaanse vrouw, terwijl het personage van oorsprong blank is. Het is niet zo dat ik een probleem heb met het feit dat de acteurs een donkere huidskleur hebben, maar ik vind de acteurs niet passen voor een rol. Zo zou ik Jeffrey Wright eerder de rol van Lucius Fox geven, en Zoe Kravitz, die Catwoman speelt in de eerder genoemde film, zou ik eerder willen zien als de DC superheld Vixen met haar eigen film dan als Selina Kyle slash Catwoman. Want zowel Lucius Fox en Vixen zijn allebei zwarte personages en ik wil graag dat filmmakers meer trouw zouden zijn aan de stripboeken dan dat ze hun eigen ding doen omwille van diversiteit en inclusiviteit. Er zijn heus wel superhelden met een donkere huidskleur, maar Hollywood geeft ons steeds dezelfde filmfranchises om zo meer geld binnen te kunnen harken. En de filmmakers wijken enorm af van de stripboeken omdat het voor hun uitkomt, waar ik het niet mee eens ben. Hetzelfde heb ik ook met recente films, zoals films uit de Marvel Cinematic Universe, The New Mutants, No Time to Die, The Oast en Birds of Prey. Bij de ene film was het omdat het afwijkt van de stripboeken of omdat het historisch inaccuraat is. Zoals het geval is bij The Oost met Marwan Kenzari als Raymond Westerling, terwijl de omstreden figuur niet zo bruin is als de acteur zelf. Ook wordt er een nieuwe Kleine in film gemaakt, maar dan met een zwarte actrice, terwijl het een sprookje van Deense origine is. Wat wil zeggen dat er blanke mensen te zien zijn, omdat het historisch en cultureel accuraat zou zijn dan wat de filmmakers willen maken. Zemerminnen komen niet per se uit Denemarken, dat geef ik toe, maar omdat de filmmakers die Disney-stempel gegeven hebben naar de eerder genoemde film uit 1989, is het wel begrijpelijk waarom er zoveel ophef en verwarring ontstaan is. Vooral omdat het een sprookje is die uit Denemarken komt waarvan de bevolking uit blanke Denen bestaat. Zoals Bridgerton heeft een vrouw met een donkere huidskleur gekrast voor de rol van koningin Charlotte, die in werkelijkheid blank was. Zelfs historische films en tv-series zijn niet veilig en worden diverser gemaakt omdat het kan, niet omdat een goed verhaal wilt vertellen en een historisch trouw wilt zijn, maar om een bepaalde sociaal-politieke agent door je strot te willen duwen. Ik ben misschien een heteroseksuele man met een Molukse Indonesische achtergrond. die ook nog eens autisme heeft. en ook in Nederland geboren is en tot op de dag van vandaag nog steeds woont. Ik vind die dwangmatige manier van alles diverser en inclusiever maken gewoon suf en stom. Kijk, ik zie bijna geen Indo's, Molukkers of autistische mensen in films of tv-series. Maar ik vind het ook niet erg als ze niet in films, tv-series of andere media te zien zijn. Ik vind het niet erg als dat niet gebeurt. Hetzelfde heb ik ook met blanke mensen, met zwarte mensen, met Latijns-Amerikanen, met Aziaten. En ja, ik vind het ook niet erg om vrouwen, LHBT'ers of mensen met een beperking te zien in verschillende media. Daar ligt het heus helemaal niet aan. Wat ik wel erg vind. Is wanneer bepaalde groepen mensen ergens in gepopt worden. omdat het de regel is. En niet omdat ze de juiste persoon voor iets of iemand zijn. omdat ze ergens goed in zijn. of iets kunnen leveren waar iedereen van kan profiteren. Je kunt wel een heleboel autisten, indo's en of molukkers in een TV-serie, film of videospel proppen. maar dan nog voel ik mij niet vertegenwoordigd. omdat ze gebruikt worden. omdat bepaalde bedrijven en individuen zichzelf beter laten uitzien. Ik kijk naar TV-series of films. en ik speel videospellen voor entertainment. niet voor politieke sociale poel. Daar geef ik in het algemeen helemaal niks om. Datzelfde geldt ook voor bijna iedereen in de hele wereld. Ik snap dat sommigen van jullie het niet eens zullen zijn met wat ik gezegd heb in deze video, en ik snap ook dat de meningen kunnen verschillen als het om diversiteit en inclusiviteit gaat. Maar er zijn ook zat dingen waar we een punt achter moeten zetten uiteindelijk. Mensen die zich op fanatieke wijze bezighouden met genderpolitiek, moeten tot het besef komen dat er maar twee geslachten zijn, zoals man en vrouw. Omdat de wetenschap niks heeft kunnen vinden wat wijst dat er meer dan twee geslachten zijn. Mannen maken spermacellen aan, vrouwen eicellen. Mannen hebben altijd X en Y-chromosoom in hun lichaamcellen, terwijl vrouwen altijd twee X-chromosomen hebben. Mannen hebben over het algemeen meer testosteron in hun lichaam, terwijl vrouwen over het algemeen meer oestrogeen in hun lichaam hebben. En diegenen die zichzelf panseksueel of polyseksueel noemen, zijn in principe biseksueel. Zelfs al zou je seks hebben met iemand die transgender is, of non-binair om het zo te zeggen. Je hebt evengoed nog seks met een man of vrouw, op wat voor wijze dan ook. Je kunt zeggen dat transgender vrouwen echte vrouwen zijn, maar echte vrouwen. Zijn in staat om zwanger te worden, eiszijden te maken en ze kunnen moedermelk aanmaken wanneer ze zwanger zijn. Wat nooit zal gebeuren bij een transgender vrouw. Je kunt ook bijvoorbeeld zeggen dat transgender vrouwen mee moeten doen met vrouwensporten. Maar omdat transgender vrouwen van oorsprong mannen zijn, hebben ze van nature meer spiermassa, zijn ze langer, kunnen harder rennen en hebben ze ook een heleboel andere lichamelijke voordelen die vrouwen bijvoorbeeld niet hebben, wat de concurrentie in vrouwensporten oneerlijk maakt als transgender vrouwen meedoen. Kijk maar naar het verhaal van Lia Thomas. Veel vergroten waren niet blij dat de transgender atleet meedeed en uiteindelijk ook kampioen werd. Ook de term genderdiversiteit klopt niet omdat er maar twee geslachten zijn en het is ook daarom niet mogelijk om voor meer genderdiversiteit te zorgen als er maar keus is uit twee geslachten. Je kunt zeggen dat ieder politieagent een racist is, maar omdat je die sterke overtuiging hebt wil dat nog niet zeggen dat het ook zo is. Er zijn misschien wel een paar rotte appels bij het landelijke politiekorps, maar die vormen de meerderheid niet en ik erken dat de politie niet perfect is en dat ook nooit zal zijn. En als het politiekorps echt zo racistisch is, dan zou letterlijk iedere individu met een donkere huidskleur hard aangepakt worden zonder geldige reden. Je kunt zeggen dat Zwarte Piet racistisch is en dat het Sinterklaasfeest alleen maar voor Blanke Nederlanders is. En dat het niet een kinderfeest is voor iedereen, wat uiteindelijk niet waar is. Er zijn ook Surinamers en Antillianen die Zwarte Piet leuk vinden, en die hebben geen probleem met de donkerbruine of zelfs zwarte huidskleur van het personage. En er staat ook nergens in dat het Sinterklaasfeest een exclusief feest is voor blanke Nederlanders. En dat blanke Nederlanders op mensen met een donkere huidskleur neerkijken door zwarte Piet. Over die laatste claim is ook eigenlijk geen bewijs daarvoor. Je kunt ook bijvoorbeeld ook zeggen dat het bedrijfsleven in Nederland bewust discrimineert, maar dan moet je bij mij uit gaan leggen waarom mensen met een donkere huidskleur toch nog aan een baan weten te komen. Worden sommige etnische minderheden afgewezen bij een sollicitatiegesprek? Dat ontken ik niet. Maar dat betekent niet dat je dan op moet geven om een baan te vinden want als het bedrijfsleven in Nederland echt zo racistisch is dan zouden alle etnische minderheden werkloos zijn en zouden ze allemaal leven van uitkering wat dus ...bijna niet het geval is uiteindelijk. Als iemand een probleem heeft met een vrouwelijke personage of een personage met een donkere huidskleur... ...dan wil dat nog niet zeggen dat die persoon een vrouwenhater is of een racist. Zo vind ik titelpersonage Captain Marvel van de eerder genoemde film een saai, stom en onaardig personage. Terwijl ik de nieuwe 007, die gespeeld wordt door Lashana Lynch in de film No Time To Die... ...voor de rest niet geweldig vind. De film zou ook veel beter werken zonder haar... Nu ik er zo over nadenk tenminste. Of een dagje van het zogenaamde witte privilege. Waarin gezegd wordt dat blanke mensen het beter hebben in de wereld puur en alleen omdat ze blank zijn. Nou, dat is ook weer niet zo. Zo wordt er beweerd dat Frenkie de Jong de best betaalde voetballer is van het Nederlands elftal. Maar uiteindelijk is het Jorginho Wijnaldum die het hoogste inkomen heeft. Met maar liefst 20,5 miljoen euro op jaarbasis. Hij is ook nog eens een van de best betaalde voetballers in de Franse Ligue 1. Maar dat tezijde... De meeste mensen die aan een ernstige depressie lijden, zijn blanke mensen. De meeste mensen die autisme hebben of een kind met autisme hebben, zijn blanke mensen. De meeste mensen die ADHD hebben of een kind met ADHD hebben, zijn blanke mensen. De meeste mensen die lijden aan eetstoornissen zijn blanke mensen, vooral blanke vrouwen. De meeste mensen die doodgaan aan hart- en vaatziekten zijn blanke mensen. De meeste mensen die slachtoffer zijn van moord, zijn blanke mensen. En de meeste ouderen in Nederland die 90 jaar en ouder zijn, die geen pensioen krijgen of gekregen hebben, zijn ook alweer blanke mensen. Als witte privilege dan ook echt zou zijn, dan zouden al die voorbeelden nooit voorkomen in de westerse wereld. Zelfs op, tot op de dag van vandaag, want anders zou iedere blanke persoon in een Ferrari rijden of zou iedere buitenlander op laag betaald werk moeten doen. Maar er zijn ook zat blanke Nederlanders die ook laag betaald werk doen of werk doen waar een hoge opleiding niet nodig voor is. Maar hey, er zullen ook gewoon mensen zijn die er toch nog blijven geloven en waar ze in geloven. Nogmaals, puur omdat je geen diversiteit ziet, wil dat nog niet zeggen dat er ook geen diversiteit is. De wereld is van nature een diverse plek en we moeten naar de kleine dingen kijken die ieder mens anders maakt. Ja, een groot deel van de Nederlandse bevolking is wit. En dan? Het is niet het einde van de wereld als maar een klein groepje buitenlanders in ons land te zien zijn. En als je je daar druk om maakt, dan maak je je eigenlijk zorgen om de verkeerde dingen voor de verkeerde redenen. We moeten creatieve vrijheid aanmoedigen en filmmakers zelf laten bepalen wie ze wel of niet in de film willen hebben. Zo wil de Amerikaanse comiek, acteur en filmmaker Jordan Peele vooral zwarte Amerikanen in zijn film hebben. Dus we moeten niet kwaad worden als een bepaalde filmmaker vooral blanke mensen, Aziaten, Latijns-Amerikanen, Arabieren of zelfs zwarte Amerikanen in zijn of haar film wilt hebben. En dan die persoon in kwestie voor racist uitmaken omdat de filmmaker geen diverse cast en crew heeft. We moeten mannen en vrouwen de keuze blijven geven voor wat voor werk zij willen doen en of ze willen trouwen en kinderen willen. We moeten elkaar de vrijheid geven om te stemmen op wie wij willen. We moeten met elkaar blijven praten, ook al zijn we het niet met elkaar eens. We moeten elkaar de ruimte geven om onze hobby's en tradities uit te kunnen oefenen, ook al staat het lijnrecht tegenover jouw normen en waarden. We moeten elkaar de ruimte geven van wat we wel of niet willen kopen en we moeten ook elkaar ook de ruimte geven zodat we allemaal ons eigen leven kunnen leiden zoals wij het zelf willen. Want dan pas krijgen we echt diversiteit en inclusiviteit door middel van individuele vrijheid. Dan door iemand uit te sluiten omdat het uitkomt, of vanwege een meningsverschil, of elkaar te dwingen deel uit te maken van één groot collectief. Wat niet iedereen wil. Ik zou zeggen: ik doe mijn ding en jullie doen jullie eigen ding. Ook al zijn sommigen van jullie het er niet mee eens dat ik bepaalde dingen doe. En laten we stoppen met het idee van witte privileges en dat de wereld niet divers of inclusief genoeg is en dat de wereld iets heeft tegen gemarginaliseerde mensen. Er zijn zat plekken in de wereld waar je veel minder mag en kan wegens het feit om wie je bent, op wie je valt, waar je vandaan komt, wat je doet en of hoe je eruit ziet. Dus we mogen blij zijn dat we in Nederland wonen, want als we het zo bekijken, zitten we in een paradijs. Terwijl er zat landen in de wereld zijn die te maken hebben met hongersnood, oorlog, genocide, epidemieën. Onderdrukking, corruptie, armoede en chaos. En noem maar op wat er nog meer gaande is in de wereld. Ik zou zeggen, tel je zegeningen voordat je gaat klagen over een tekort aan diversiteit en/of inclusiviteit. Nou, dat is dus deze vraagstuk video. Met de vraag of er echt te weinig diversiteit en inclusiviteit is in. Bijna alles in de wereld. Maar mijn vraag aan jullie is. Wat vinden jullie trouwens van diversiteit? Vinden jullie het iets goeds of iets slechts? En vinden jullie zelf dat Nederland divers genoeg is? Of moet het toch nog diverser? Wat is diversiteit en inclusiviteit precies voor jullie? En wat betekent het voor jullie? Laat het gewoon eens weten in de reactie onderaan in de video. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En heel misschien kan ik er zelf ook nog iets van opsteken. En nogmaals. Mijn naam is Wesley. Jullie hoeven het niet altijd met me eens te zijn. Maar ik kan dit alles leuk vinden wat jij wel leuk vindt. Tot ziens en tot de volgende keer.